Welkom bij de galapremière van Titanic, de musical. Met meer dan 800 voorstellingen op Broadway behoort de Titanic tot de grootste musical successen van het afgelopen decennium. 25 jaar na de première van de Titanic op Broadway is de musical hit en winnaar van de Tony Awards van Beste Musical in Nederland weer terug in uw theater. Beleef het mee, de spanning, sensatie en ambitie. Met 25 man sterk live orkest. Ik vind De Graaf van Cornelissen sowieso altijd heel erg goed en goede cast altijd. Ik denk dat er veel emoties ook in zitten, want het was natuurlijk toch uiteindelijk een tragisch verhaal van een liefdespaar waarvan er één zinkt in de diepe oceaan. En misschien laten ze wel een hele grote vis die man nog een beetje zo omhoog brengen, maar ik denk toch wel veel emoties. Ik heb het ooit gezien, één keer, en het is prachtig en een spektakel. En ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig. En in alle eerlijkheid, ik vind het fantastisch om gewoon weer in het theater te zijn. We zouden natuurlijk al meer dan een jaar geleden zou het al gebeuren. We zijn er natuurlijk al 3 jaar mee bezig in de voorbereiding. En eerlijk gezegd, 2 weken geleden gaf ik er niet veel voor dat zou lukken vandaag. Maar ja, het schip is nog steeds op koers. Hier staan we. En zelfs met een afterparty, dat is natuurlijk omdat we de mazzel hebben dat het een matinee is. Dus we kunnen ook gasten ontvangen daarna, volgens de nu geldende horecaregels. Dus ik heb het gevoel bij de cast, maar ook bij onze gasten, iedereen hier echt zin in heeft. Dus dat is heel spannend. Ik heb het een keer gezien, jaren geleden, toen Joop van den Ende het deed. Het was fantastisch. Met Danny de Munk ook was het toen, hè? Ja, klopt. Maar ik heb nu gehoord dat dit zo fantastisch moet zijn. En Ruud en Hans hebben een hele speciale plek in mijn hart. Zo, ik zeg, we gaan en we gaan kijken. En deze schip zal niet zinken. Ik heb ook nog geen idee hoe het afloopt. Dus natuurlijk, we kennen allemaal het verhaal toch, ja. Ik heb de vorige... Hij heeft al een keer gespeeld natuurlijk in Nederland, maar daar ben ik nooit geweest. Maar ik denk dat het een hele mooie show wordt. Omdat het een ommekeer is in die 2000, of tenminste in die 200 jaar wat we hebben meegemaakt. Die 1900 tot 2000, dat bedoel ik eigenlijk. En dat hoort bij die Roaring Twenties. Dat is een heel spannend gebeuren. Ook een heel triest gebeuren. Maar het was zo chic. En het hoort bij die periode waarin geschiedenis is gemaakt. En Titanic heeft geschiedenis gemaakt. Titanic was voor heel veel mensen een droomreis. Wat was jouw of wat is jouw droomreis? Mijn droomreis is heerlijk naar Zuid-Frankrijk met de auto en daar op het strand heerlijk oesters eten en rosé drinken. Nou, wanneer gaan we? Wanneer gaan we? Nou, de wagen staat voor. Elke reis met Harry is een droomreis. En vooral als we naar Zwitserland gaan en ik ga lekker op zo'n meer, in zo'n heel mooi bootje zo, als een prinses, als Edelweiss rondgevaren met een heel luxe hotel achter me waar ik dan logeer, ben ik helemaal gelukkig. Ik hou niet zo van hele warme landen en ook niet van de koude oceanen. Och, mijn droomreis, dat was natuurlijk mijn huwelijksreis. Maar dat bedoel je waarschijnlijk niet. In de theaterwereld deze voorstelling maken was een droomreis. We hebben de laatste jaren in ons bedrijf grotere producties aangekondigd. We gaan ook nog nieuwe titels aankondigen. Maar dat is ook wel eigenlijk een droomreis. Een rondreis door Oeganda, waar ik naar de berggorilla's ben gegaan. Lang geleden, toen de burgeroorlog net afgelopen was. En ik heb mijn paspoort aan guerrilla's afgegeven. Ik ben onder begeleiding van guerrilla's met Kalashnikovs de berg opgegaan. En de guerrilla-familie zat heel ver weg, want ze hadden net een kleintje. En toen we er eindelijk waren, en je mag niet echt in de buurt komen, hè, want we hebben zoveel bacteriën bij ons. Toen hoorde ik op een gegeven moment ontzettend geruis achter me. En een enorme gorilla, die ging op 1,5 meter van me zitten. En die greep in haar nek en die haalde het babytje tevoorschijn om te laten zien. Nou, dat is verbonden met een absolute droomreis. Maar ik moet zeggen, salsa leren van professionele dansers in Cuba telt ook mee. Heel vroeger, toen ik voor het eerst naar Ibiza ging,
Maar dat was nog voordat Ibiza zo hip was als nu. Het was in de eerste Ibiza-hype. Met veel hippies. En daar wilde ik naartoe. Was ik heel jong, 18. En uiteindelijk mocht ik dat met de vriendin en een vriend. En dat vond ik te gek. Dus dat was toen een droom. En die heb ik ook waargemaakt. Ik heb al zoveel reizen mogen maken. Ik ben heel Europa door geweest. Zuid-Amerika, Suriname. De Caribbean natuurlijk. Vroeger met de Prins van Lignac. Heb ik 10 jaar lang gedaan. So, ik heb heel veel droomreizen, maar een droomreis voor mij zou zijn aan de Orient Express. Waarom? Nou, dat lijkt me fantastisch. Dan zit je iedere avond mooi in smoking en gezellig aan het eten, champagne. Een goed leven. Ik denk dat ik heel graag naar Venetië zou willen gaan. Ja, dat heel simpel. Venetië. Okay. Ja, nou, ja. Waarom? Nou, ik denk, het is de bakermat van heel veel cultuur en Italiaans eten. En ik denk toch altijd een beetje aan Giacomo Casanova. Ja, misschien vind ik hem wel daar. Nee. Ik ben het gezien naar New York, Broadway shows kijken. Gewoon heerlijk langs het strand lopen. In Nederland vinden we heel erg lekker als het heel hard waait. De hond even uitlaten. Maar nog een keer misschien met het gezin terug naar Australië. Dat zou toch wel heel mooi zijn. In Nieuw-Zeeland. Nog nooit geweest. Lijkt me beeldschoon om nog een keer te zien, ja. Of kan ook nog met een cruiseschip trouwens. Misschien willen we wel een keer met een cruise dan. We gaan toch vliegen, sneller, ja. Ik zou heel graag nog een keer naar Amerika willen. Om het daar gewoon, eigenlijk heel de USA te kunnen zien. Dat lijkt me heel erg fantastisch. Vooral New York staat heel erg op mijn verlanglijstje. Dus dat vooral. Maar ook een lekker land, een lekker eiland als Bali of zo. Dat lijkt me ook geweldig. Ja, voor mij, als ik denk van wat was mijn droomreis. Eigenlijk de meeste dingen die ik heel graag wilde doen, heb ik ook wel gedaan. Ik ben naar New York geweest. Dat was heel leuk. Zou ik heel graag nog eens terug willen. Maar ook Scandinavië, IJsland, Noorwegen. Zou ik ook wel heel graag nog een keer weer naartoe willen. Wij waren altijd heel simpel met gewoon een zwembadje ergens in Spanje met lekker weer zitten. En zijn nooit echt op een reis geweest. We hebben wel laatst hadden we toevallig erover dat we een keer een cruise zouden willen doen. Dat hebben we ook nog nooit gedaan. Dus dat, maar echt een droomreis zelf weet ik niet. Reizen wel, met deze dame nog een keer gaan reizen. Misschien dat is wel een droomreis. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vroeger wel een keer een cruise heb gemaakt. Dat was zeker een droomreis. Dat was met de hele familie. En ik heb zoveel mooie dingen al van de wereld mogen zien. Ik ben vooral een groot Azië-fan. Dus dat is zeg maar wel echt mijn ding. Ja, het zal wel heel afgezaagd klinken. Ik vind elke dag nog een droomreis. Elke dag is een nieuwe dag en het is dus ik kan je niet aan een oord of aan een plekje helpen. Je zegt nou dat is dat. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar nee, ik denk dat je hebt wel gelijk ook hoor. Ja. Elke dag nog mogen zijn reis, is het heel mooi. Ja. Wilt u nog even gaan zitten alsjeblieft? Ik wil graag introduceren de lokale burgemeester van de stad Amsterdam, de heer De Vries. Dames en heren, ik kan me voorstellen dat u nu toe bent aan een drankje om met elkaar na te praten over deze fantastische voorstelling die we met elkaar hebben genieten. Maar toch wil ik nog een momentje van uw tijd. En wees gerust, ik ben weliswaar politicus, maar nog geen seniel. En ik ben hier juist omdat dit het perfecte moment is. Het perfecte moment om Hans Cornelissen met u samen toe te spreken. Want u weet allemaal, Hans Cornelissen heeft een lange carrière, al inmiddels achter de rug en nog bezig in de carrière op televisie. Als stemacteur, als spelcoach, als casting director. En inmiddels alweer 20 jaar als artistiek directeur van de Gaven Cornelis Entertainment. U brengt niet alleen
De bekende producties, maar ook bijzonder materiaal, bijzondere bewerkingen van bestaande stukken, Nederlands materiaal. En u vult daarmee ook de culturele schatkamer van ons land. U haalt herinneringen op aan prachtige grootheden als Lisbeth List, Jasperine de Jong, Adèle Bloemendaal, in uw producties. En met een vast team ontwikkelt u steeds doorlopend nieuwe theater- en musicalproducties. En die worden zo vormgegeven dat het niet alleen voor de grote zalen in Amsterdam en Rotterdam is, maar ook in het land gespeeld kan worden en in België. En brengt op, als het ware daarmee ook de producties echt bij de mensen, zodat heel veel mensen in het land ervan kunnen genieten. En dat klopt ook, want er zijn 1500 medewerkers de afgelopen 20 jaar betrokken geweest en meer dan 20 miljoen mensen hebben uw voorstellingen bezocht. Ongelooflijke prestatie. En er werden ook prijzen in de wacht gesleept de afgelopen jaren. U heeft ook gewoon laten zien aan uw collega's dat u tot de top behoort, ook wat betreft de kwaliteit die u hebt neergezet. En tegelijkertijd heeft u ook gehad van nieuw talent. U heeft zo een nieuw talent start kon maken in de musicalwereld en inmiddels bekende mensen zijn geworden. En u kiest ook steeds nieuwe paden in de musicalwereld. U heeft ook het lef om andere soorten producties op het toneel te zetten. U blijft daarin dicht bij uzelf. En dat is ook wat alle mensen in u hebben gewaardeerd. Want we hebben heel veel mensen gesproken die over u iets moois hebben gezegd. Natuurlijk bekende als de assistente van dokter Van der Ploeg. Die zei, u bent een geweldenaar in uw vakgebied. Maar ook heel veel anderen hebben u voorgedragen en gezegd, deze meneer verdient bijzondere waardering. En daarom, Hans Cornelissen, kan ik u meedelen dat het zijn majesteit de koning heeft behaagd. En u is onderscheiden tot de ridder van de Orde van Oranje. Ik moet wel vaak het woord voeren, maar dan denk ik altijd heel goed over na en niet. Dus dan toch maar à l'improviste. Ik ben ontzettend verrast en dankbaar. En ik moet de koning bedanken en de lokale burgemeester van Amsterdam. Ik waardeer het zeer dat u ook buiten uw eigen stad dit hebt willen doen voor mij. Mooie woorden, fijn om te horen, ook een beetje ongemakkelijk soms, maar vooral fijn. het is teamwork, hè, wat wij doen, theater. En ik heb met zoveel geweldige mensen, niet altijd, maar meestal wel, mogen werken. Ook in de vele jaren als acteur, maar zeker ook de laatste, ja, ik weet niet, 17 jaar of hoe lang, als artistiek producent. Ik ben heel erg blij, dit is heel bijzonder. Ik dank u enorm. De kaas is een feest. Je hoort genoeg mooie stemmen bij collega's in het vak. Maar hier zijn ze echt allemaal bij elkaar gezocht. Zo'n vocale schoonheid als het allemaal samenkomt. Als ik daar kapitein over mag zijn. Zonder dat we zinken. Ja. Mijn billen en mijn benen worden steeds gespierder. Dus dat dank je wel aan de decorontwerper. Dat compenseert het bovenlichaam een beetje. We voelen elkaar zo goed aan. En het is zo'n... het is echt een hele fijne groep. Dat is wat ik er mooi aan vind. Live Orkest 2.0. Ik vind het decor fantastisch. Wat Erik van Paal heeft ontworpen. Gewoon met die trappen. Gewoon voor nu. Er komt geen schip in voor. Maar het gaat toch over een schip. Een heerlijke cast. Ik sta te genieten van de andere stemmen om me heen. Jij hebt het allemaal gezegd. Ik ben heel blij. Dat is heel grappig. Ik heb fietsschema's waarmee ik train. En er zit een herstelmarge in. Ik zei van de week tegen degene die schema's maakt. Ja,
Ik loop echt de godganse avond op en neer op die trappen. Dus misschien dan voel je dat, ik voel ik ook nog wel een beetje. Maar ik denk, nee, ja, het is een goede workout ook dan. Het is heel veel zang. En maar de muziek is ook echt prachtig. En ik vind het ook mooi dat het qua decor ook, is er ook een beetje voor een meer opera setting gekozen. Wat abstracter. En dat vind ik heel erg bij dit stuk passen. Dus daar ben ik blij mee. Nou ja, heel spannend moment ook om in dat kraaiennest naar het nok van het theater te gaan. En om dat dan iedere avond te doen. Het is wel een feestje met zo'n groot orkest en een geweldige groep mensen waarmee we werken. Dat is, het voelt goed. Ik ben blij dat het vanavond, vanmiddag, het is avond inmiddels, maar dat we eindelijk de voorstelling voor zo'n grote zaal hebben gespeeld. Heel erg enthousiast publiek. Yes, we zijn los. Goed hè? Ja, dit was een hele mooie, fijne, warme avond. We waren geconcentreerd, het was spannend, maar het is heel goed gegaan. We zijn heel blij. Je hebt natuurlijk in de stemmen heb je natuurlijk de alt, de mezzo, de sopranen. Bij de mannen heb je dan ook dat soort dingen. Dat is nog een keertje gesplitst. En dus we staan daar met een geweld. En wat ik echt heel erg bijzonder vind, staat niks op klik of zo. Hè? Een klik is natuurlijk iets wat al opgenomen is. En de dirigent gaat op de beat slaan, waardoor dan er overheen zingt. Nee, alles wat je hoort, elke stem, elk muzikaal ding wat je naar binnen hoort met violen of weet ik veel, cello of pauken, whatever, is allemaal nu. Dus het is mega live. Het is goed gelukt en ik merk dat iedereen blij is dat het ook kan, vanavond in ieder geval. Ja, en dan dit erbij, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ik ben me wel rot geschrokken, ik wist echt niks en ik hou niet van verrassingen. Maar toch weer wel, want dit is heel leuk. En ik zie dat ook voor het hele vak, gewoon dat we hopen dat we met z'n allen in de culturele branche door kunnen gaan. Proost op een geweldige première van de Titanic. Wow, wat was het gaaf. Wij zeggen van Under Red Carpet 5 sterren. Iedereen was goed, iedereen was geweldig. Het was echt een nieuwe musical, Titanic 2.0. Ben je benieuwd? Kom naar de Schouwburg en ga hem zien.